Geboren te Amsterdam op 9 mei 1920 en overleden te Zevenaar op 15 december 1993. Ik heb het over Tony Ros. Tony Ros, die in Amsterdam al een behoorlijke reputatie had opgebouwd, maar sinds 1958 in de Liemers is komen wonen, om precies te zijn in Lobith. En hij heeft ook hier weer een behoorlijke indruk achtergelaten, want hij heeft van alles gedaan. Lesgegeven op huishoudscholen, ontwerpen gemaakt. Hier zie je Tony Ros in zijn atelier in Lobith. Maar hij heeft ook heel veel gereisd om inspiratie op te doen voor zijn prachtige gouaches. Ik heb hier een van de gouaches, maar wat hij ook deed was lesgeven op huishoudscholen. Ontwerpen maken voor muren, deuren, ramen. En misschien is dit wel een van de allerbelangrijkste. Dit is boven de deur van de Sint-Franciscuskerk in Babberich. Een veelzijdig man. Hij heeft ook de Vrije Academie opgericht en is daar zelfs een poos directeur van geweest. Grote schilderijen heeft hij ook gemaakt. Ik heb er hier eentje staan. Daar zijn er heel veel meer van, maar dit is oud en nieuw, 31 december 1989. En misschien moet ik ook wel even eindigen met deze. Door de NOC beoordeeld als zeer goed. Dit is de sprong. Je kunt er ook, als je goed kijkt, een gestileerd paard in zien. Een groter en waardevoller aandenken had je ons niet kunnen geven. Daar eindigt het gedachtenisprentje mee. Daar ben ik het helemaal mee eens.